Goedenavond, lokale politie Antwerpen. Ja. Actie tegen inbraak, even alles controleren in uw voertuig. Ja. Tijdens de eindejaarsperiode stellen we traditioneel meer pogingen tot woninginbraak en meer overvallen vast. Daarom organiseert politie Antwerpen de Hades-acties. Ploegen van de mobiele eenheid, maar ook het Orida fietsteam, de wijkwerking en de verkeersploegen gaan het terrein op om extra controles uit te voeren en extra te patrouilleren. We controleren verdachte personen, verdachte voertuigen en geseinde nummerplaten. Er wordt ook extra gepatrouilleerd in inbraakgevoelige wijken om zo rondtrekkende daderbendes terug te dringen. We kunnen ook rekenen op steun van de federale politiehelikopter die onze ploegen vanuit de lucht aanstuurt en bijvoorbeeld bij achtervolgingen een belangrijke rol kan spelen. Met de Hades-acties willen we een halt toeroepen aan woninginbraken en gewapende overvallen, maar ook meer patrouilleren en zorgen voor meer blauw op straat, zodat iedereen deze periode op een veilige manier kan beleven. Tijdens de Hades-acties werden meer dan 2600 personen en meer dan 2000 voertuigen gecontroleerd. Er werden ook 37 geseinde personen aangetroffen. Actie tegen inbraken, even alles controleren. Je kunt alles opengooien, als je wilt. Ja, maar je kan het van hier al het meeste zien. Oké, goed, perfect meneer. Dat is voor mij allemaal in orde. Je mag gewoon verder rechtdoor rijden. Beste wensen. Ja, beste wensen. Goedenavond.